Goedemiddag. U kijkt naar de weersverwachting van Weerplaza. Boven het westen van Nederland ligt bewolking. De rest van het land heeft nog te maken met brede opklaringen. Maar die bewolking wint wel terrein en dat doet de neerslag ook die erbij hoort. En vooral vanavond valt er in het midden van het land nog wat regen. De activiteit gaat er wel langzaam maar zeker uit. 1 tot 4 graden met in de nacht verder dalende temperaturen. In het binnenland tot rond het vriespunt. In het noordoosten vriest het 3 of 4 graden. En alleen in het uiterste zuidwesten zou nog een spatje regen kunnen vallen. Morgen vrijwel overal droog weer met periode met zon. In het noordoosten blijft het vriezen, in het zuiden wordt het 3 graden. Maar door een stevige oostenwind voelt het veel kouder aan. Donderdag neemt de wind iets af. Vrijdag begint de temperatuur voorzichtig op te lopen. En tegen de avond neemt van het westen uit de neerslagkans toe. Neerslag trekt in de nacht naar zaterdag over en dan wordt het langzaam zachter. De winterse neerslag lijkt heel klein, de kans erop. En de temperaturen liggen zaterdag rond 5 graden. Ik ben Marco Verhoef van Weerplaza.nl.